Een van die roven was rond het middaguur in Velp. Pal voor het raam van Riet Rutten. Terwijl ze een boterhammetje had aan de keukentafel, ziet ze het gebeuren. Nieuwsgierig liep ze naar het raam. En toen zie ik in één keer een mevrouwtje staan. En die staat ervoor. En die gaat van die kettingen om ze heen doen. 3 stuks. Maar bij de derde bleef ze een beetje aan de kraag. En weet ik het allemaal, dat vroemelen. Ze ziet dan dat van de man zijn gouden ketting wordt ontfrutseld. Ze rent naar buiten. Ik zeg, joh, je wordt beroofd van de ketting. En die jongen die staat me zo verwonderd te kijken. En ik zeg, joh, je wordt beroofd van die ketting. Maar meer gaat zij in de auto. Hallo. Hi. Gaat zij in de auto. En dan gaat die auto weg. Maar het is een buitenlandse auto. Een andere getuige zet nog wel de achtervolging in. Maar tevergeefs. Niet veel later komt er een melding bij de politie binnen dat ook in Zevenaar een man is beroofd van zijn ketting. Op vrijwel identieke wijze. In een mum van tijd weer vertrokken. En pas dan merken de slachtoffers eigenlijk dat ze hun eigen sieraden kwijt zijn. En vorige week was er ook al een roof op deze wijze. De politie tast nog in het duister over wie het zijn. Er wordt vaak gesproken over mensen met een getint uiterlijk, zigeuner uiterlijk. Er is genoemd Roemenen. Heel concreet hebben we het nog niet. Vaak gaat het dus wel om samenstellingen van vrouwen of een man met getint uiterlijk, zwarte haren, lange rokken. En die chauffeur die was een beetje bol en zij was een jong type met een wit doekje. De politie is nog wel op zoek gegaan naar de daders, maar zowel in Velp als in Zevenaar waren ze al gevlogen.